Kijk, de Caroline die loopt gewoon onbevangen door het Nederlandse politieke landschap. Ja, en daar had ik genoeg aan eigenlijk. Dat vind ik gewoon leuk genoeg. Ja, en dan is het nodig in één keer. Dan moet er dus een documentaire komen over de Caroline. Nou, en dan zit ik daarnaar te kijken en dan denk ik bij mezelf, al die dingen die daar voorbij komen, die hoef ik niet te weten, gewoon over de Caroline. Nee, maar dan ook helemaal niet. Ik heb even een beetje mee zitten schrijven, ja, bij die docu. En dan zie ik dat er zie ik een wasmachine die is helemaal vol. En dan staat, omdat ze dan gewoon zo, ze is te dik natuurlijk. Dan staat er een stoel bij die wasmachine. Maar ik hoef dat niet te weten, vrienden. Nee, dat interesseert me niet of daar een stoel bij de wasmachine van de Caroline is. En ik hoef ook niet te weten dat de pakken met de kattenbrokjes, dat die naast de bak staan in de huiskamer. Wil ik dat weten? Nee, dat hoef ik allemaal niet te weten van de Caroline. En dat haar keuken aan vernieuwing toe is. Ja, nou ja, fijn, dat zien we allemaal. Maar dat hoef ik niet te weten, vrienden. Nee, ik had genoeg gewoon aan het beeld wat ik heb van de Caroline. Ja, en dat ze zich helemaal een zelfmoord rookt. Ja, dat hoef ik niet te weten, want daar maak ik me nu dus dan zorgen over. Ja, en te dik en me roken. Ja, en geen beweging en geen conditie. Oh, vrienden. Ja, en dat ze zo'n pak foundation op haar gezicht doet. Ja, willen we dat weten? Dat hoef ik niet te weten van de Caroline. Nee, allemaal niet nodig. En dat ze body lotion in haar haar doet, dat moet ze zelf weten. Ja, dat hoef ik allemaal niet te weten. Nee, en dat ze zoveel verdriet heeft over het verlies van haar man. Ja, maar hou dat gewoon lekker voor jezelf, Caroline. Dat hoef ik allemaal niet te weten. En wat ik ook niet hoef te weten, en dat is bijna misdadig, dat ze geen chauffeur heeft. Nee, dodelijk vermoeid rijdt ze, stuurt ze zelf door Nederland heen. Ik bedoel, BBB, dat kan toch allemaal niet? En dat soort dingen hoef ik allemaal niet te weten. Het enige wat ik wil weten, Caroline, dat is dat jij ervoor gaat zorgen. Jij ervoor gaat zorgen dat die formatie slaagt en dat er een nieuw kabinet komt. Dat is het enige dat ik wil weten. En als jou dat lukt, ja, dan stem ik de volgende keer op jou. Hey, hey.